Hey, leuk dat je weer kijkt. Het is intussen een hele tijd geleden, maar er is ook ontzettend veel gebeurd. En het afgelopen half jaar heb ik vooral de tijd genomen om het allemaal te verwerken. En er moest heel veel geregeld worden en gedaan worden. En daarbij was ik natuurlijk ook zwanger. En het is nu voor het eerst eigenlijk dat ik dat hardop zeg in het openbaar. Alleen vrienden en familie weten het, die dichtbij staan. Ja, ik had ook niet echt de behoefte om eerder een vlog op te nemen. Ik voelde zelf dat ik er gewoon nog niet klaar was. Ik heb nu wel het idee dat ik gewoon steeds meer dingen ook weer wil vastleggen. Wellicht dat ik daar andere mensen mee kan helpen. Die moeten dealen met de dingen waar ik mee heb gedeeld het afgelopen half jaar. En nog steeds mee moet dealen in verband met mijn zwangerschap. Daar kom ik later nog even op terug. Ik ben in december uitgerekend. Dus ik heb nog iets minder dan 2 maanden ongeveer te gaan. En ik moet zeggen, het is heel dubbel geweest voor mij. Omdat ik tijdens mijn zwangerschap heb moeten dealen eigenlijk met het overlijden van mijn moeder. Sorry. Ze heeft het nog wel geweten en ze heeft de eerste echo gezien. Dus dat is wel heel fijn dat ze in ieder geval nog de laatste weken. Het was een soort van lichtpuntje, denk ik. Ja, het gaat nog wel even lastig worden. Ik ben nu in ieder geval druk bezig met de voorbereidingen voor de komst van de kleine. Ik heb al een baby shower gehad van mijn vriendinnen. Dus dat was heel gezellig om iedereen weer even te zien ook. Want het zijn toch wel ja, reality checks en wake-up calls. Om zoveel mogelijk tijd door te brengen met de mensen die je lief hebt. Ja, ik heb er enorm veel steun aan gehad. Ook aan mijn schoonouders en mijn vriend natuurlijk. Niet zonder hun had ik het echt niet gered met wat ik allemaal heb moeten doen het afgelopen half jaar. Ja, vooral het shoppen voor babykleertjes is gewoon heel leuk. Mijn hele huis staat wel vol, omdat er zowel nog verhuisdozen. Als alle aangeschafte spullen voor die kleine hier opgeslagen staan eigenlijk. Heel veel nog niet uitgepakt, maar wel al binnen. Dus ik moet heel veel uitzoeken, opruimen en ja, zo zien te organiseren dat het geen rommel wordt hier. Is me nog niet heel erg gelukt. Want er komt bijna iedere dag wel een pakketje met de post deze kant op. Het is nu vooral focus op mezelf. Want ik heb er een hele leuke uitdaging bij. En dat is zwangerschapsdiabetes. Dus ik moet een paar keer per dag prikken. Om bloedsuiker in de gaten te houden. Ja, ik dacht dus alles qua overlijden en verkoop van het huis afgerond te hebben. En ik dacht, oké, dat is nu gebeurd. Dus nu kan ik van mijn zwangerschap gaan genieten. En toen kreeg ik dus een positieve uitslag op die intolerantietest. Sindsdien ben ik op een dieet gezet. Eigenlijk de afgelopen jaren ben ik zelf al heel erg geminderd met suiker. Want het heeft gewoon heel veel negatieve effecten op je lichaam. Ik at wel veel brood, moet ik erbij zeggen. Maar dat komt ook omdat ik gewoon alles op de fiets of lopend doe. Ik maak bijna geen gebruik van het OV. Echt alleen maar als ik de stad uit moet. Dus daar heb ik dan ook die energie wel echt voor nodig. En dat is nu gewoon ingeperkt. Waardoor ik dus merk dat ik gewoon soms totaal geen energie heb om te fietsen of vooruit te komen op mijn fiets. Ja, dat is wel een lastige. Want ik ben gewoon gewend om iets te eten te pakken als ik trek heb. En dat kan nu niet echt. Vooral de laatste anderhalve week mijn waarden aan het stijgen zijn terwijl ik hetzelfde eet. En ik zit al op het minimale wat je
op een dag binnen moet krijgen. Daardoor ben ik ook naar het ziekenhuis doorverwezen. Ik liep nog wel steeds bij de verloskundige. Maar ik gaf wel aan dat ik gewoon weinig energie had. Heb ik nog een keer bloed laten prikken om te kijken of ik geen bloedarmoede had. En dat was het allemaal niet. Al mijn andere waarden waren gewoon perfect. Dus het is echt alleen die suiker. En een andere bijkomstigheid is dat ik door de dieet eigenlijk in eerste instantie, de eerste weken. De afgelopen week was ik wel iets zwaarder, maar tot die tijd ben ik eigenlijk door de dieet alleen maar gaan afvallen. Omdat ik dus minimaal binnenkrijg wat je moet binnenkrijgen. En ik ondertussen wel gewoon blijf doen wat ik op een normale dag deed. Dus veel fietsen en lopen. Ik voel me daar gewoon niet fijn onder. Dus ik ben doorverwezen. En nou moet ik morgen weer. Of tenminste morgen word ik gebeld om mijn waardes door te geven. En woensdag moet ik naar de gynaecoloog terug. Ik hoop echt dat ik mag gaan beginnen met spuiten. Dan kan ik gewoon wat meer eten. Dan kan ik aansterken voor de bevalling. Want ik wil niet zonder energie daarin gaan. Ik vraag me ook af, dan moet ik ook nog vragen, of ik tijdens de bevalling mag eten. En daarna word ik wel extra in de gaten gehouden. En die kleine ook. Vanwege te veel aan insuline dat hij nu gaat aanmaken. Omdat het mij niet lukt, gaat hij dat overnemen. Dus daar worden extra controles voor uitgevoerd na de bevalling. Als die net is geboren. Dus ik denk wel dat we iets langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ik heb het zelf eigenlijk in mijn omgeving niet gehoord. Nou zijn er ook niet heel veel van mijn vriendinnen zwanger. Maar die hebben niet te maken gehad met zwangerschapsdiabetes. Maar hoe hebben jullie daarmee gedeeld? Want ik vind het wel echt lastig. Ik heb me in de 24e week laten testen, geloof ik. Dus dat is echt net over de helft. 4 maanden eigenlijk bijna dat ik echt helemaal niet snoep. Ik hoop dat ik woensdag het verlossende woord krijg. Dat ik mag gaan spuiten. En dat zei ze ook. Dan kan je gewoon normaal eten. Want als je zo erg moet gaan letten op wat je eet. Dat is gewoon niet leuk leven meer. Ja, ik ben eigenlijk een onmogelijke race aan het houden tegen mijn lichaam. Want aan de ene kant moet je bewegen, omdat dat helpt voor je suiker. Nou heb ik dat de afgelopen week niet echt gemerkt, want die waarden stijgen alleen maar. En aan de andere kant, als ik beweeg, dan val ik af. Dus het mes snijdt aan 2 kanten. Ondertussen natuurlijk wel druk bezig met voorbereidingen. Vandaag is er een pakket binnengekomen van de H&M. Ik heb echt een super leuke kerstoutfit gekocht. En een Cookie Monster outfit. En een leuke placemat met safari dieren erop. Want we hebben een jungle stijl uitgekozen om het kamertje in te richten. En wij hebben ook gekozen voor wasbare luiers. Het is beter voor het milieu natuurlijk. En het scheelt bergen met afval, ook voor onszelf. Een hoop gesjouw scheelt het. De luiers hebben gewoon hele leuke motiefjes en kleuren. En ik persoonlijk word heel blij van kleuren. Ja, ik hoop dat het gewoon heel erg gaat bevallen. De luiers dan. Nou, ik heb net een stuk gefietst naar het ouderlijk huis. En dit is een van de laatste keren dat ik hier ben. Ik zie dat mijn haar lekker wild zit. En ja, het is toch wel raar. Het is the end of an era. Want dit is toch wel voor 36 jaar bekend terrein geweest. En dat, daar komt nu eigenlijk gewoon een einde aan. Ik loop even de tuin in. Zo ziet het er nu uit. Eind augustus is die helemaal gedaan. Omdat er na een paar maanden echt een jungle was ontstaan. Mijn Boeddha is ook niet meer te zien, zie ik nu. Die staat tussen het onkruid, gok ik. Dus er is weer heel veel bijgegroeid.
We hebben toen opgeknapt voor de foto's die gemaakt zouden worden van het huis voor de verkoop. Het is ook wel een mooi stukje. Dus is het echt tijd om afscheid te gaan nemen op een gegeven moment. En ik gok dat het wel even raar zou zijn. Want het is natuurlijk de thuisbasis geweest voor 36 jaar. Dat is toch wel een stukje van je leven dat je achterlaat. Heel veel herinneringen, eigenlijk de meeste van mijn herinneringen natuurlijk. Als je hier sowieso tot aan je studietijd woont en tussendoor ook nog hierheen terug verhuist. Ik ga hier nog even wat dingen doen die moeten gebeuren. En jullie zien me en horen me heel snel weer.